Ik ben een ondernemer in dit gebied. En als ondernemers hebben wij een ondernemersvereniging opgericht. En daar ben ik voorzitter van. En ja, dan ben ik wel aangesloten wat hier een klein beetje gebeurt. Ja, bijvoorbeeld de bouw van scholen, de bouw van het zorghotel, de bouw van een nieuwe parkeergarage. Dat zijn toch wel de grote dingen die nu op dit moment spelen. En dan in de toekomst misschien nog een groot kantoorgebouw erbij, wat woningen erbij. En ja, daar is iedereen nu op aan het broeden. En wat zijn voor u de drie belangrijkste ontwikkelingen? Scholen. Op dit moment de scholen. Ja, die komen het eerste. Ja, ze zijn daar wat aan het maken, maar ik weet eigenlijk niet wat ze aan het doen zijn. Ik weet niet wat de bewoners denken of hopen. Het zijn in eerste instantie de bedrijven die daarbij betrokken zijn. Bewoners hebben daar toch vaak iets meer afstand van. Terwijl er toch plannen zijn om ook meer woningen in het gebied terug te brengen in de toekomst dan er nu zijn. Er zijn best veel woningen aanwezig in het gebied, maar dat valt nu niet zo op. Dit gebied hebben ze hier gebouwd om lekker te kunnen trainen. Als traceur kan je hier lekker je gang gaan om even te oefenen voor de straat dus. Ik vind het eigenlijk wel goed, dit gebied. Ja, verbouwingen natuurlijk en ook in het ziekenhuis zelf, maar ik weet niet of dat van toepassing is. Ja, een klein beetje. Een klein beetje dat ze die school hier weer gaan bouwen. Dat eventueel de pand weggaat hier. Voor de rest zou ik het niet weten. Ja, ik vind het een vrij rommelig gebied. Veel auto-inbraak hier en zo. Nee, de veiligheid is hier een drama. Dus elk jaar wordt hier wel ingebroken. Dus wat dat gaat, zou dat wel een stukje beter mogen. Ja. Ja, ik vind wel dat ze er wat meer ook voor de kinderen mogen doen. Nou, dus hierachter hebben ze plassen gemaakt waar net zie ik er niet van in. Zeg, als ze dat zouden slopen en die nieuwe school zouden komen, dan wordt het natuurlijk alweer een stukje anders. Dus jij weet niet wat hier allemaal verder wordt ontwikkeld in het gebied? Ja, dit zou gesloopt worden, dit wordt gesloopt. En dan komen dan weer bejaardenhuizen en een nieuwe school en dat soort dingen. En vind je dat een goed initiatief? Ja, ja. Ja, die moet ook komen, hè, bejaardenhuizen. Er komen er steeds meer bij. Ik ben Marvin Smaart, ik ben 66. En ik woon al 40 jaar in Nederland. Of 42 jaar zelfs. We zitten hier in de Motorstraat gebied, 5 jaar nu. Het Motorstraatgebied was voor mij een belangrijk gebied, omdat wij dicht bij Ahoy staan. Omdat wij werken op een paar maanden na al 40 jaar voor Ahoy. En het Motorstraatgebied was natuurlijk het beste. Het was niet de mooiste plek van het geheel. Maar het was belangrijk voor ons dat wij dicht bij Ahoy staan. Het is veel beter dan wat wij toen wij hier aankwamen, want wij wisten niet dat het een ontwikkelingsgebied was. Het was alleen maar puur sec dat wij dicht bij Ahoy zaten. Maar nu, het is een pluspunt dat alles wordt opnieuw ontwikkeld. Ja. De gebouwen omheen in dit hele gebied worden nieuw en mooi gemaakt. Er wordt een mooi gebied van een lelijk gebied gemaakt. Ik ben Walter van Balagooi, uitvaartverzorger in Rotterdam. Het bedrijf is hier gevestigd 40 jaar, ruim 40 jaar. In 1968 is mijn vader ooit begonnen, hier op deze locatie ook. En zelf ben ik inmiddels al 27 jaar werkzaam. In het gebied hier rondom Zevensweg ben ik inderdaad wel op de hoogte van de ontwikkeling, ja. Jij kunt er iets over vertellen? Ja, de veelvuldigheid wat nu eigenlijk speelt is natuurlijk hele delen die dus inderdaad afgebroken, heringericht worden, zowel achter de Stevensweg aan deze zijde als aan de overzijde, achter de Stevensweg Ploegstraat, Dordtse Straatweg. Dus ja, daar is duidelijk verandering zichtbaar. Vernieuwing, verbetering. Ja, alles is redelijk kort na oorlogs. Dus tot zelfs gedeeltes voor oorlogs. Dus ja, op een gegeven moment is iets aan vervanging, vernieuwing is er toe. Dus dat geldt overal. Wat nog gerenoveerd kan worden, mag natuurlijk wel gerenoveerd worden en gemoderniseerd worden. Wat hier aan de Stevensweg zelf ook gebeurd is. Alleen ja, aan de overzijde was het noodzakelijk dat het gewoon ja, eigenlijk afgebroken werd en dat er nieuwbouw komt. De saamhorigheid daarin en eventueel het contact daarin, dat is op zich denk ik wel belangrijk voor een wijk. En dat kan zeker wel belangrijk zijn voor een wijk. En of dat dan inderdaad in grotere vorm op basis van de buurtplatform is, of verenigingen van eigenaren, of inderdaad andere sociëteitsvormen. Ja, op zich kan dat nooit kwaad natuurlijk.
communiceren en contact hebben is op zich nooit verkeerd natuurlijk.